Niet te geloven, geen van mijn boze plannen heeft gewerkt. Ik had mijn kleine broertje Jerry al lang geleden kunnen uitschakelen als die drie verduvelde meiden niet steeds in de weg hadden gelopen. Hoort een hoofdkwartier van een superschurk er zo uit te zien? Zou het? En mijn Lemos-team is teruggebracht tot nog maar 2 personen. 2? Wat moet een superschurk nou toch? Wacht even, baas. Ik denk dat ik weet hoe ik al onze problemen kan oplossen. Echt waar? Zeg op, man. We organiseren een dansfeestje. Als er iets goed is voor het moraal, dan is het wel dansen. Oh, ik kan er net zo goed mee uitscheiden. Relax, Terrence. Helga heeft alles onder controle. Mijn laatste mode-uitvinding zal de 3 dames gegarandeerd voor goed uitschakelen. Kijk maar eens hier. Oh. En Lemos kan Jerry nu definitief onschadelijk maken. Voorgoed. Oh, dat klinkt verrukkelijk duivels, Helga. Echt meesterlijk duivels. Spionnen. Wij? Oh, wat word ik toch vrolijk van een middagje shoppen. Na een middagje winkelen kan ik er weer een hele week tegenaan. Oh, wat een dag. We zijn weer helemaal bij wat de allerlaatste mode betreft. Kijk nou, hallo. Is dit een beeldig blouseje of niet? Super! Hiermee ga je dit seizoen een trend zetten. Word ik weer nageaapt, losers? Snel, maak een foto. Wat is hier de bedoeling van, Mandy? Ik heb nu absoluut bewijs, Clover, dat ik de eerste was. En dat jij een grote loser bent. Leuk geprobeerd, maar de enige modekoningin is moi. Oh! Oh, dat blouseje kan terug naar de winkel. Ach, in ieder geval verschijnen jullie nu niet op school in dezelfde kleding. Huh? Wat raar, ik ken hier alle tentjes en dat heb ik nog nooit eerder gezien. Dat kan maar 1 ding betekenen. Dit keer zijn wij de eerste! Welkom, dames. Jullie hebben zichtbaar een oogje voor de mooie dingen des levens. U komt me bekend voor. Kennen we elkaar ergens van? Wellicht van de catwalks in Parijs. Misschien Londen of Milaan. Wie weet? Genoeg prietpraat. Ik zie gewoon dat jullie veel verstand hebben van mode en op zoek zijn naar originele dingen voor de herfst. Wauw, heel goed. Kijk eens, probeer ze maar eens hoor. Hiermee lopen jullie vooraan dit modeseizoen. Dat lijkt me nogal voorbarig. Doe ik liever niet. De herfst begint tenslotte morgen pas en dat weet iedereen behalve Mandy. Geduld is een schone zaak, dat weet u ook. Ja, dat is zo. Nou, veel plezier ermee, dames. Volgens mij gaat jullie leven op zijn kop staan. Ik ben kapot, zeg. Soms is winkelen vermoeiender dan een gevaarlijke missie. Oh! Huh? Over missies gesproken? Ik denk dat we op het punt staan. Ah! Ik zei nog, ik neem liever de trap. Worden jullie nooit moe van dat shoppen? Moe van het shoppen? Wel nee, Jer. Het geeft juist nieuwe energie. Je moet het ook eens doen. Je weet maar nooit. Momenteel maak ik me meer zorgen om een UUO die gesignaleerd is voor de kust van Los Angeles. Een UUO? Een Unidentified Underwater Object. Het heeft dezelfde vorm als dat rare onderzeebootje van mijn broertje. Het is vastloos alarm. Mooi. Dat gaan we nog wel eens uitzoeken. We gaan ons nu buigen over onze herfstgarderobe. Maar aangezien ik al een tijdje niks van mijn broertje gehoord heb, zou ik graag willen dat jullie het direct onderzoeken. Zeg, we hebben toch recht op af en toe een vrije dag? Niet zolang er criminelen zijn die non-stop werken. Jullie hebben een paar gadgets nodig.
Oh, Gladys. Voor deze missie krijgen jullie een hittedetecterende zonnebril, de uitbreidbare netwerpende oogmascara en als klap op de vuurpijl de stekelvarken haarborstel. Willen jullie misschien even een kleine demonstratie? Het is echt een heel bijzonder ding. Nee, laat maar, Jer. We zoeken het wel uit. Nou, onze modeshow moet weer wachten. Soms vind ik er echt geen moer aan om een spionne te zijn. Zeg dat wel. We hebben het te druk met die missies om nog tijd voor onze hobby's te hebben. Geen wonder dat Mandy eerder in de laatste mode rondloopt dan wij. Ja, ja, dat is waar. Maar hoe sneller we deze missie volbrengen, hoe eerder we weer voor de spiegel staan. Huh? We hebben die onderzeeboot gevonden. Laten we maar opschieten dan. Het is een Lemelsduikboot. Ik herken dat stuk roest uit duizenden. Oké, het luik is open. Dat is op zijn minst verdacht. Ja, laten we het maar eens bekijken door onze hittedetecterende zonnebrillen. Volgens mij hebben we hier te maken met het Lemels Welkomstcomité. Ah! We zijn warm. Kom mee. Weten jullie hoe slecht zout water kan zijn voor leren laarzen? Wat het ook is, het is daar binnen. Oké, 1, 2, 3. Freeze! Goed, en wat is de vangst van de dag? De boot is op een paar krabben na min of meer verlaten. Ja, waar zou Terrence uithangen? Misschien vinden we hier wat antwoorden. Moet je kijken. Dit lijkt heel veel op een logboek online. Wat ben je toch handig, Sam? Hier staat dat Terrence de criminaliteit zat is. Hij heeft Lemus ontbonden en is naar Engeland om honden te trainen? Prima, dan zijn wij hier voorlopig klaar, meiden. Vinden jullie het niet een beetje vreemd dat Terrence plotseling op het rechte pad lijkt te zijn? Nee, niet echt. Zo'n goede crimineel was het nou ook weer niet. Ja, en als hij weer een scheve schaats rijdt, pak hem alsnog op. Zo, ik bel Jerry. Hallo meisjes, loopt het een beetje soepel? Zeker, om de Lemels hoeven we ons voorlopig geen zorgen meer te maken. Weet je dat echt zeker? Volgens zijn logboek is je broer hondentrainer geworden. Hondentrainer had altijd al zijn interesse. Ach, laten we hopen dat het waar is. Dan kunnen we het Lemels dossier nu definitief sluiten. Precies, Jer. Ik zal wel even een paar agenten naar Engeland sturen om het verhaal te checken. Gaaf! Dat betekent dat er nog tijd is om een koopavondje mee te pikken. Oh, wow! Niet te geloven. Ze zijn met dat zogenaamde logboek als ratten in de val gelopen. Mijn kansen zijn aan het keren. Oké, dan kunnen we alsnog een dansfeest organiseren. Deze outfit vraagt gewoon om complimentjes. Is het hier nou zo cool geworden? Nee, ik ben het zelf. Op een schaal van 1 tot 10 krijgt deze hoed een wauw. Ik ben helemaal klaar voor een close-up. Meiden, we hebben een ereplaats verdiend in de winkelgalerij. En dan gaan we de boel nu afronden met onze nieuwe armbanden. Ik voel me ineens helemaal niet goed. Ik voel me ziek. Ja, ik voel me ook helemaal niet goed. Het is ook een hele drukke dag geweest. We hebben geen minuut voor onszelf gehad. Leuke boutique. Laat ik nou eens luisteren naar de dames en wat gaan shoppen. Het was tenslotte ooit een hobby van me.
kostuums, overhemden, stropdassen. Kijk, dit is nou wat je noemt een shop. Het voelt alsof ik hier thuis ben. Ik weet wat je bedoelt, broertje. Terrence, ik had gehoopt je nooit meer te zien, broer. Maak je geen zorgen. Die wens gaat snel in vervulling. Voel de crew van Lemos. Helaas zijn geen van deze hoeden mijn maat. Dit is de laatste mode voor de man die op het punt staat alles te verliezen. Zeg eens eerlijk, zijn dit nou echt je beste mensen? Dat klopt, nog wel. Maar maakt het je wat uit? Dit is persoonlijk. In dat geval zal ik je maar eens even een lesje leren. Ik ben niet bang. Kom maar op, jij! Ja! Je hebt altijd al een grote mond gehad. Ja! Wou je nog iets zeggen, broertje? Yes! Ik win! Wat ben ik duizelig. Hoe laat is het? Tijd om uit te slapen. Ik ben volledig uitgeput. Ik ben helemaal gedesoriënteerd en ik heb het vreemde gevoel dat ik iets vergeten ben. Ja, dat heb ik ook. Waarom liggen we eigenlijk op de grond? We zijn echt als een blok in slaap gevallen. En als we niet opschieten, zijn we te laat op school. Zo zie je maar, misdaad loont niet. Wat een troep. Wat ben je dit keer weer van plan? Ik wil geen spelbreker zijn. Het is veel leuker dat je daar zelf achter... Ja, we gaan je naar volle zee brengen in het lekkende bootje en dan laten we je daar achter. Ja, juist. De rest van het plan houden we geheim. Ja, de boot zal langzaam vollopen met water en dan is het bye-bye, lieve Jerry. En wat, beste broer, is het meesterplan? Dat is een verrassing. Maar dat zal jij niet meer meemaken. Wat het ook is, jij gaat weer falen. Als altijd zullen Sam, Clover en Alex de wereld redden. Ik ben bang dat het niet zo zal lopen. Luister, Helga heeft de armbanden verkocht, waardoor ze niet meer weten dat ze voor jou werken. Kan, dat mag Jerry niet weten. Zo, broertje, je kent het hele plan. Je kunt nu niks doen om het tegen te houden. Leuk om je gekend te hebben. Oh jee, nou lieg ik. Zo, jullie zien er goed uit. Moet je hun zien? Zo dan! Jullie hebben echt wel verstand van mode. Nou, dankjewel voor het compliment. We doen ons best. Hallo, Mandy. Oh, wat grappig zeg. Dat droeg ik vorig jaar ook. We zijn helemaal hot. Is dat ooit anders geweest dan? Losers! Nou, we kunnen voorzichtig zeggen dat ons modedebuut een groot succes was. Hey, wie gaat er komend weekend mee in de Blitz Marathon shoppen? Goed idee. Ik ben alleen bang dat ik moet werken. Echt waar? Nee. Weet je, heel eventjes dacht ik dat ik een baan had. Wat raar eigenlijk. Hey, in plaats van shoppen kunnen we ook iets spannends gaan doen. Skydiven of bungee jumpen. Ben jij wel helemaal lekker? Wij houden niet van gevaarlijke dingen. Zeker niet met van die dure schoenen. Absoluut. We pakken 's avonds veel liever een bioscoopje. Om een of andere reden heb ik zin in een spionagethriller. Wat is dat nou? Beetje ouderwetse ringtoon, zeg. Volgens mij komt het uit je tas. Ik ken het apparaatje niet. Hoe kom ik daar nou weer aan? Het lijkt wel een soort mini personal computer. Eén die je waarschuwt als je veel te veel make-up op hebt.
Meisjes, de hemel zij geprezen. Ik zit gevangen in die duikboot. Wie bent u? En hoe kom je in mijn handtas terecht? Oh nee, Helga's plan om jullie geheugen te wissen is geslaagd. Meisjes, luister even goed naar me. Jullie zijn spies. Het is waarschijnlijk moeilijk te geloven, maar het is waar. Jullie zijn spies en werken voor Woep. Jullie volbrengen dagelijks gevaarlijke missies. Ik ben de baas, Jerry, en ik heb spoedeisende hulp nodig. Oké, het moet wat mij betreft niet veel gekker worden nou. Computer of geen computer, dit is me even te weird. Oké, dit soort stress is heel erg slecht voor mijn huid. Dus we gaan het volgende doen. Precies, naar de schoonheidsspecialisten. Een manicure, een modderbad en sushi eten tot we weer ontspannen zijn. Spies, meisjes, jullie moeten me helpen. Hallo, Clover, Alex, Sam. Ik geef het niet graag toe, maar ik word hier niet echt kalm van. Ik ben helemaal uitgefreakt door dat weirde apparaatje. En ik moet steeds denken aan die oude vent. Weet jullie nog wat hij zei? Stel je voor, wij, spionnen? Spionnen bestaan alleen nog maar in films. Dat hologram had absoluut geen flauw idee waar hij het over had. Oh, de moddermaskers. Dat gaat ons helpen een beetje te relaxen. Party's over, dames. Lemos is terug. Wat? Is mijn creditcard weer verlopen? Ah! Blut, ga terug. Wij hebben toevallig stokjes. Oeh, je maakt me bang, hoor. Ah, Gentje. Ga weg. Sorry. Ik gooi niet met eten. Ik ken jou helemaal niet. Wat wil je eigenlijk van ons? Dat is nou het leukste van alles. Ik wil helemaal niks van jullie. Ik ben het zat. Ik heb lang gezeten op die nagels. Dan had je het beter moeten doen, liefje. Oh nee, dat was vis. Ah, jij lelijke rotmeid. Ik ben allergisch voor zeevis. Nog een laatste wens? Wat? Ja, laat me met rust. Ik dacht het niet. Wow, dit is een hele nieuwe dans. Ach, wat sneu. Groene mensen zijn heel moeilijk te vinden. Ach, het zij zo. Ik zal jullie zelf moeten elimineren. Is dit een overval? Hier is mijn portemonnee. Maar ik wil jullie geld niet. Oh nee, het enige dat ik wil is wraak. Laat ons gaan en u zult nooit meer last van ons hebben. Nee, we zullen zelfs onze namen veranderen. Eigenlijk is dit een beetje een anticlimax. Niet wat je noemt een uitdaging. Ik ga je pijn doen. Hoe, meiden? Hoe denken jullie dat te gaan doen? Ga je mijn haar soms borstelen? Hoe heb je dat gedaan? Geen flauw benul. Dit zal ik je betaald zetten. Ah, hoe je het ook deed, het werkt. Nu weg hier voordat de tweede ronde begint. Oké, wat is hier aan de hand? We worden wakker op de grond. Dan komt er een oude kerel uit mijn tasje die beweert dat wij drie spionnen zijn. En dan worden we aangevallen in de schoonheidssalon. Het is net of onze hele wereld op zijn kop staat. Wacht eens even. Had die geschminkte kerel het nou net niet over Lemos? Volgens die oude vent hield Lemos hem gevangen. Dus die oude kerel heeft de waarheid gesproken. Misschien zijn we wel spionnen. Dat wil ik nu wel eens weten.
We moeten die oude freak meteen gaan terugbellen. Wordt vervolgd. Wist je dat in geval van nood dood gewoon keukengerei dienst kan doen als spiongereedschap? Bijvoorbeeld een spatel kun je gebruiken om mee te observeren. Let op, een stuk oude kaas kun je gebruiken om mensen te volgen of om op te sporen. En deze klutser is makkelijk om te bouwen tot een communicatiesatelliet. Ah, misschien kun je hem toch beter gebruiken om mee te koken. Doei!